Goedemorgen, een nieuwe week, een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en vanochtend had ik alweer een nieuwe Q&A met mijn Video Academy. Ja, dat is voorbij, dus ik heb leuk mijn klanten geholpen. Het is vandaag een hele druilerige dag, dus we hadden geen zin om te wandelen. Maar wat gaan we vandaag doen, schat? Wij gaan de rand van de tafel schilderen. De rand van de tafel? Jawel. Wat een onderneming. Dit is een zware klus. Dit is de tafel waar het om gaat. Die hangen we even op. Het was een tafel van je moeder en dat is nu een nieuwe tafel geworden van de firma J. Dit is verdunde houtlijm. Verdunde houtlijm. Even schudden. Geen details. We willen geen details weten. Tussen de verfpotten. Even wat lezen. Oeh, lekker. Zeer aan te bevelen. Min 17 zit ik nu. Ik ben nu hoeveel kilo? Ik ben nu 88, nog iets. 9. En er is nog een pakketje binnengekomen. Wat zit erin? Dat is voor mezelf besteld. Kijk, ik vind het leuk. Oh nee. Wat vind jij ervan? Een roze patons. Oh mijn god. Het is nogal roos. Vind je leuk? Nou, het is eindelijk tijd om weer eens naar mijn werkkamer te gaan. Ik kreeg een vraag van Astrid Krol. En zij was dus benieuwd hoe ik mijn werkkamer had ingericht. En waarom ik voor deze werkkamer heb gekozen. Nou, allereerst heb ik natuurlijk gewoon gekeken. Wat is nou een fijne plek om te werken in dit huis? Dus waar slaap ik het liefst en waar heb ik mijn werkkamer? Dus... je doet het gewoon met uiteindelijk de werkplek die je hebt. En daar kan je een eigen thuisstudio van maken. Dus welke elementen heb ik toegepast om van mijn werkkamer een soort thuisstudio te maken? Want ik krijg heel veel complimenten van vrouwen die zeggen van... hey Laura, je video's zien er altijd zo mooi uit. En hoe komt dat nou? Dus kan ik jullie ook een kijkje achter de schermen laten zien. Nou, dit is gewoon mijn muur en mijn omgeving. Normaal gesproken zit ik hier te werken... heb ik hier mijn computer staan en het is zoals je ziet een enorme bende. Maar goed, ik ben nu natuurlijk ook niet echt aan video's aan het opnemen. Je ziet hier, laten we beginnen bij de muur. Dus ik heb deze muur een mooi kleurtje gegeven dat naar mijn zin was. Dus dan heb ik die schilderijen op de muur gehangen en gekeken of ik er zelf zeg maar in het plaatje... goed tussendoor kwam, dat er niet één uit mijn oor kwam of zo, weet je. Dus je let altijd een beetje op hoe je zelf in die video zit en je eigen thuisstudio. Nou ja, en hier zie je dan bijvoorbeeld de lamp die ik altijd gebruik om mijn video's op te nemen. Licht is natuurlijk heel belangrijk, nu is het toevallig overdag. Maar als ik 's avonds of aan het eind van de dag, heb je gewoon meer licht nodig. Dus daarom heb ik zo'n lamp gekocht. En dan heb je nog deze jongen, dit is dan mijn statief, wat ik ook gebruik voor professionele opnames. Heel handig dat je mezelf een beetje kunt bedienen. Je kunt hier dus je camera op bevestigen. Dit is mijn camera, de EOS M5. Nee, de EOS M3 is dat nog. En met verschillende accu's. Ik heb 3 accu's erbij, dus die hou ik altijd opgeladen voor het geval dat. En mijn eeuwige IKEA-vaas. Met kunstbloemen die ik ook al jaren heb. Een paar katjes. Vind ik ook altijd wel vrolijk. Ik vind het op het beeld wel goed ogen. En dit beeld heb ik trouwens van mijn soort van oma gekregen. Het Venusbeeld. Vind ik heel mooi. Dus die heb ik hier ook. De tafeltje heb ik trouwens van mijn andere oma. Van mijn vaders kant. Ooit een keer geërfd. En hier een... ik vind het altijd in een video wel mooi als er iets van een lampje is. Dus hier heb ik een
Zo'n steenlamp. Nou, tot zover even een kijkje in mijn thuisstudio. Ik hoop dat je dat leuk vond. En moet maar eens kijken op mijn YouTube-kanaal wat ik allemaal voor video's heb gecreëerd. De afgelopen tijd heb ik de meeste video's hier gemaakt. Maar ik heb ook heel veel buiten gefilmd. Ik heb ook heel veel op locatie gefilmd. Dus kijk maar eventjes rond. Goedemorgen, het is vandaag Fabulous Friday. Elke vrijdag deel ik in mijn Love Academy groep een posting van hey, hoe was je week? Heb je de doelen behaald? En in de tussentijd kan ik gewoon even weer mezelf lekker opfrissen. Lekker mijn haartjes gewassen, lekker mijn haar gefeund. En dan kan ik er weer helemaal tegenaan. Ik zit nu inmiddels op mijn werkkamer en ik moet zeggen, ik heb er niet heel veel zin in vanwege het weer. Maar ja, uiteindelijk als ik eenmaal bezig ben, dan gaat het wel weer. Ik ga nu eerst eventjes een video een klein beetje monteren voor een klant. Rolanda heet zij, zij is bedrijfspsycholoog. En ze had gevraagd of ik nog wat kleine aanpassingen voor haar video's kon maken. Dus dat ga ik nu doen. Tot later. Heet nieuws! Renier is weer thuisgekomen en wat gaan we doen? Kijk, wat gaan we doen? Wat gaan we doen, meneer de meubelmaker? We beginnen met het ontvetten. Het ontvetten. Het ontvetten. Zodat hij zo meteen goed kan plakken. Ja, we gaan deze tafel beplakken met iets heel beeldschoon nieuws. Deze plastic laag. Nee, hoe heet het? Hoe heet het spul? Folie. Dit is gewoon folie. En daaroverheen hebben we dus een glasplaat. Nou, net echt. Nou, meid. Enig. Hier. Geslaagd. Project salontafel. Geslaagd. Oké. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en we gaan vandaag een lekkere wandeling maken. Zoals je ziet is het een beetje stormachtig buiten, maar af en toe breekt de zon door. Dus tijd voor een verfrissende loop zonder hond. Binnen, schat. Het is zaterdagavond zonder bier, heb ik weer. Ja, om 8:10 reken ik af en neemt ze mijn krab bier in beslag gewoon. Die troet. Nee, heb ik dit. Nou, zeg. Ja, lekker dan. Proost, mijn schat. Proost, op de zaterdagavond. 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 Met een spa rood. Nou, toch nog met een heel klein... En jouw laatste biertje. Een slokje bier. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En vandaag heb ik weer een lekkere beautydag. En ik ga vanmiddag eventjes wat e-mails schrijven nog. En dan vanavond lekker relaxed voor de buis. Ontspannen. That's what I like about Sundays. Nou, het staat er allemaal voor lekkers op tafel. Een lekkere... Forel, lekkere dipdingetjes met hummus, beetje brood, eet ik niet zo heel veel van, olijfjes, zelfgemaakte pesto, mozzarella balletjes met, caprese. We kijken trouwens de serie De Vuilnisman met Teun van de Keuken, ken je die ook? Is wel leuk, toch? Heb je hartstikke leuk, ja, zeker. Teun van de Keuken is altijd leuk. Teun van de Keuken, kritische journalist, hè? Ja. Journalist. Maar dat gaat over... wat er met ons afval gebeurt en hoe het afval in Nederland wordt verwerkt en zo. Super interessant. Gezondheid.
Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik heb zometeen een Q&A met deelnemers van de Video Academy. Ik ga je eerst even laten zien wat ik aan heb vandaag voor zo'n Q&A. Kijk, vandaag heb ik een mooie gele top aan. Ik hou ervan voor de lente. Een leuk naturel kleurig jasje. Ook van Crème de la Crème is deze via Yvette Riemersma. Leuke oorbelletjes erbij, want eigenlijk zie je in de video eigenlijk maar dit stukje. Dus wat heb ik aan de onderkant? Heb ik een, gewoon een zwart spijkerbroekje van de HEMA en mijn nieuwe pantoffels. Nou, dan ga ik gauw naar hiernaast, want daar is mijn werkkamer. En dan ga ik daar de computer aanzetten en alles klaarzetten, zodat ik lekker met de Q&A kan beginnen. Dit ding moet natuurlijk even uit de weg, want dat staat natuurlijk in beeld. Zie je dit? Lampje aan, bloemetjes erbij. Helemaal leuk, toch? Zo, dames, daar zitten we dan. En was het waardevol voor jullie? Ja, het is heel waardevol. En ik kijk er ook leuk uit. Het is super waardevol. Ik kijk er ook naar uit. En het is een goede ondersteuning. Alles wordt me duidelijker nu. Yay! Nou, ik moest ook zo vreselijk lachen om die dames allemaal. Ja, weet je, ze vinden het allemaal ook heel erg leuk en plezierig en we hebben lol en het is waardevol. Dus mocht je ook zeggen van, hey Lau, daar wil ik wat meer over weten, laat het me zeker eventjes weten. Mocht je ook video's willen leren maken, voel je niet bezwaard om even mij een berichtje te sturen. En gewoon te voelen van, goh, wil ik een keer een gesprekje met Laura, laat het hieronder eventjes weten. Voor nu, bedankt voor het kijken en heel graag weer tot de volgende keer. Ciao!